De vraag naar kundig personeel is momenteel zeer hoog, wat de invulling van vacatures uitdagender maakt. Er is voornamelijk vraag naar kandidaten op medewerkersniveau, dus met een VOJ of VOS diploma of zelf lager geschoold. Minister Steven McAndrew gaf aan dat werkzoekenden zich dagelijks kunnen registreren, ongeacht hun diploma. Dus werkzoekenden, ongeacht als ze een diploma hebben of niet, kunnen zich dagelijks registreren op de afdeling directe bemiddeling. Zij zijn nog gevestigd aan de Frans-Japanenstraat 12 boven. En dan gaat de dienst op zoek naar mogelijke vacatures die ze zouden kunnen vervullen. Dus dat is er nog steeds. We zijn in het kader van het IDB-project, Alignment with New Industries, ook aan het bekijken hoe we de diensten van onze directe bemiddeling verder kunnen upgraden. We denken ook aan het plaatsen in leven roepen van een jobboard, waar mensen dan ook direct de vacatures en dergelijke kunnen zien. Minister McAndrew overweegt het opzetten van een jobboard waar vacatures direct zichtbaar zijn voor de kandidaten. Uitzendbureaus lenen mensen uit en verdienen daaraan een bepaald percentage. In tegenstelling tot directe bemiddeling, waarbij kandidaten kosteloos kunnen worden geplaatst en hun volledige salaris behouden, moeten uitzendkrachten volgens wetgeving minimaal 75% van hun loon ontvangen. De vraag naar arbeidskrachten blijft echter groot. Twee weken terug had ik een gesprek met Shata, de Suriname Hospitality Association. En een bedrijf zoekt toch wel voor kort termijn een redelijk aantal werknemers, toekomstige werknemers, omdat er bepaalde vacatures zijn die dringend gevuld moeten worden. We gaan met ze praten. We hebben al een lijst gehad van personen die ze zoeken. Dus die afdelingen directe bemiddeling, maar ook het project, IDB-project. We zullen met ze praten om te kijken hoe we ze kunnen assisteren, zodat ze toch wel die mensen krijgen die ze nodig hebben en ook met de nodige training. Verder gaf McAndrew aan dat hij samen met het ministerie van Financiën zal bekijken of er middelen beschikbaar zijn. Als er middelen beschikbaar zijn, zullen er vakantiejobs aangeboden worden aan jongeren.